Ik denk dat het tijd was om eventjes te evalueren wat er veranderd is en wat er handig is aan de Binance Exchange. Welkom leukjes, ik ben Chris. Ik ben Barry en het is vandaag tijd voor een Binance update. Ja. We hebben een tijd geleden een video gemaakt met betrekking tot Binance. Wat het precies inhoudt, hoe het precies werkt. Maar ja, het is tijd voor een update. Er zijn wat dingetjes veranderd en ja, daar willen we jullie even in meenemen. Binance blijft ook gewoon doorontwikkelen. Ja. Ze voegen allemaal handige tools en hulpmiddelen nodig die je echt, ja, die echt wel van pas kunnen komen. Er zijn gewoon bepaalde dingen die in cryptoland waar nog gewoon veel vraag naar was. En daar heeft Binance naar gehandeld. Ja. Ik wil graag beginnen met even koekloeren waar die is gebleven. Hier staat hij. De Binance Wallet. Ja, Trust Walletje. De Trust Wallet. Binance die heeft de Trust Wallet die bestond al. Binance heeft dat overgekocht omdat ze gewoon, ja, ze willen doorontwikkelen. Ze willen dus een eigen wallet hebben, mobile wallet. Buiten de exchange, want je kan natuurlijk je geld of je crypto op een exchange laten staan, willen ze gewoon een wallet hebben, waar je dus je tokens in op kan slaan. Weet je wat ik het positieve ervan vind? Vroeger, kijk, een wallet is niet nieuw. Daar zijn er al heel veel van. Ja. Maar nu weet je gewoon, alle coins die op Binance staat, kan ik direct tussen mijn wallet en mijn exchange switchen. Ik hoef niet te kijken, ondersteunen ze die coin? Nee. Staat hij op Binance? Staat hij in de wallet? Staat hij in de wallet? Staat hij op Binance? Ja, heel simpel. Stukje ja, om je leven iets makkelijker te maken en als zo staat het. Zo staat het gewoon niet op de exchange, maar in de wallet. Ja. Dan staat het toch iets veiliger. En dat is denk ik ook een puntje voor Binance, dat ze gewoon een eigen wallet zich aan wilden sluiten bij een wallet. Ze hebben daar gewoon in geïnvesteerd en je kunt nu wat veiliger opslaan als op de exchange zelf. Gewoon te downloaden voor Apple, Android. Geen probleem. Ik heb hem zelf ook gedownload. Werkt prima, die wallet. Ja. Geen aanmerking. De volgende tool. De volgende tool, ja. De volgende tool is er eigenlijk een die vooral beginners niet weten. De Binance Coin. De Binance Coin. Ja, want wat is de Binance Coin? De Binance Coin, ja, zo, de naam zegt het al. Dat is de coin van Binance zelf. Ja, maar waarom wil je die coin hebben, Chris? Die coin heeft een aantal voordelen. Met die coin krijg jij korting op je transacties. Je betaalt met die coin de fee. Ja, ja. En als jij met die coin de fee betaalt, krijg jij korting ten opzichte van je normale transactie. En dat is nu 25%. Ja. Daarnaast zijn er nog een paar andere voordelen van de Binance Coin. Met de Binance Coin krijg jij, volgens mij was daar in het verleden plan voor en daar zijn ze nu nog mee bezig om IPO's of ICO's aan te gaan bieden via het Binance platform. Daarmee moet je instappen met Binance Coin. En dan is er nog een voordeeltje, dat is misschien niet voor iedereen interessant, maar als jij 1000 Binance Coins hebt, en je hebt referrals, dan krijg je dubbele referral inkomsten. Ja. En weet je wat het mooie daarvan is? Dat is misschien niet voor iedereen interessant, omdat het ten eerste best wel een flinke inleg is aan Binance Coin. Maar daarnaast krijg je ook wat meer referrals. Heb je niet zoveel referrals, heb je er niet veel aan. Het zorgt wel dat de prijs stabiel is, want mensen die wel veel referrals hebben, die houden die coins vast. Anders krijgen ze die extra referral inkomsten niet meer. Ja. Dus daardoor houden ze de prijs redelijk stabiel. En je ziet ook gewoon als de Bitcoin het slecht doet of hij daalt, dat Binance toch vaak redelijk stabiel blijft. Ja, nee, het kost je gewoon $10.000 om zo'n positie te krijgen. De Binance Coin is op dit moment $10. En qua prijsstijging ook soms best leuk. In de slechte periodes doet Binance Coin het vaak wat beter. En in de mindere periodes is die gewoon vrij vlakjes. Ja. Maar zeker een coin als je op Binance treedt. Ja, Binance is toch een van de grotere exchanges. Waar je gewoon echt gebruik van moet maken. Het scheelt je gewoon in je fee. En, 25% op je fee. Mensen, vooral als je een actieve daytrader bent, vergeet dat niet. Kost dat gewoon ook, telt echt op. Ja. Als je echt alle trades, alle fees bij elkaar optelt en je kijkt aan het eind van het jaar terug, dan schrik je misschien soms hoeveel fee je wel niet betaalt. Nou, 25% daarvan, dat is lekker in de pocket. En voor de nieuwe mensen, hoe zet ik dat aan? Gaat naar je eigen profiel. Hier klik je gewoon op je eigen profiel. Simpel. Zet de Binance Coin. Zet betalen met BNB aan. Bam. En het werkt. Ja. Heel simpel. Dan is er nog een puntje.
Vroeger, als je dust had, kijk, dit noemen ze dust. Dust is gewoon, als jij een trade maakt, blijft er altijd iets plakken van een coin. Er blijft altijd iets hangen. Dat noemen ze dust. Dat is het laatste beetje stof wat over is van de coin die jij getraden hebt, zeg maar. Daar kon je in principe vroeger niks mee. Dat bleef gewoon plakken op de exchange en daar kon je niks meer mee. Nee. Daar heeft Binance wat op verzonnen. Heb je nou, net zoals dit, meerdere coins waar je gewoon nog dust van over hebt, kan je op de converter je coins wisselen naar BNB. Ja. Je kan dus je dust, wat je vroeger, waar je niks meer mee kon, dat kun je nu dus letterlijk switchen naar BNB. En dan heb je eigenlijk gratis BNB en dus korting op je trading fee. Mooie, handige tool vooral, want dit was eigenlijk vroeger, voordat deze optie er was, ja, kon je er gewoon niks mee. Want ze waren te de aantallen waren te klein om te traden. Ja. Nu kun je er tenminste dus ze bleven gewoon plakken op je account en daar had je gewoon niks aan. Maar ja, dat kon toch best wel oplopen, de dust van al die coins. Als ik nu deze 20 coins om zou zetten, staat hier onderin een tool, krijg ik dus 1.43 BNB. Ja, nou, dat is mooi toch? Ja, dat is heel grappig. En op dit Dopey Cash test account ziet dat er dus zo uit. Mocht je het leuk vinden om dit even terug te kijken hoe het allemaal werkt. Binance heeft een Academy gedeelte. Daar staat een filmpje over de Trust Wallet. Een filmpje over de Binance Coin. En andere interessante dingetjes. Ja. Dus vind je het leuk om dat nog even terug te kijken. Hoe zit het nou precies? Of wil je de Trust Wallet gaan gebruiken? En wil je even kijken hoe die in elkaar zit? Dat kan gewoon via de Academy. Dit was handige tools gewoon. De Binance update. Ja. Ik denk dat het tijd was om eventjes te evalueren wat er veranderd is. En wat er handig is aan de Binance Exchange. Ben je er zelf nog niet begonnen met traden? Onderaan de video staat een link naar Binance om je account aan te maken. Vond je het een leuk filmpje? Abonneer sowieso op ons kanaal. Druk op het belletje. Krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten. Iedere zaterdag hebben wij een livestream om 11 uur. En wij hebben een groot Discord kanaal. Waar we gezellig over crypto praten. Sommige mensen hoor ik nog steeds, wat is Discord? Discord is ons main communicatieprogramma. Ja. Daar praten wij heel de dag. Onze admins zijn heel de dag aanwezig. Het is gewoon een soort van MSN van vroeger, zeg maar. Gezellig een babbeltje over crypto, over gewoon dagelijks leven. Join die Discord en ik zeg tot de volgende keer. Later.